Ik ben benieuwd hoeveel we de airco horen. Ik denk dat we hem straks horen als we terugluisteren, dit programmaatje. Dus we moeten misschien vragen volgende keer, dat doen we dan op het laatste moment, of we de airco kunnen uitdoen. Of tot wij zelf ontdekken waar de stoppenkast de airco zit. Gewoon uitslaan. Het raam staat nog open, maar ik denk dat de airco meer te horen is. Zo'n raam open is misschien zelfs een suggestie, omdat het wel dol is om een treintje in de verte te horen, een autootje te horen. Misschien heel leuk. Oké. Nou, volgens mij hebben we nu qua test hebben we het gedaan. Het is nu 4:15, we zijn 11:30 begonnen. Dus we zijn ongeveer 4 uur bezig geweest. Volgende keer hebben we dus 3 lange interviews die we moeten opnemen. Dus we moeten minimaal een uurtje van de voorbereidingstijd afsnoepen. Moet kunnen volgens mij. Ik stel voor dat jij nog even goed een tekening maakt van hoe je het wil hebben. Ik ga even vragen of we onze merkjes mogen laten staan. Zo niet weten we ongeveer hoe het eruit ziet. En kunnen we het kunnen. Ja. Voor de rest is dit dan volgens mij een redelijk geslaagde tekst. Test. Jij hebt de verschillende soorten camerawerk gedaan. Heel goed. Hebben jullie ook een beetje je shots gewisseld, Niels en Wilco? Een beetje een keer een schouder van mij erbij, een keer een fat close, een beetje medium. Gewoon een beetje prutsen. Hebben jullie een beetje de verschillende shots laten zien? Ja, een beetje afwisseling. Heel goed, keurig. Oké. So, ben je het mee eens, Martijn? Wil je nog meer zien? Ja. Of wil je meer zien nog? Nee, ik heb wel meegekeken, dus ik heb wel veel verschillende. Ja? Oké, dan was dit hem. Dank u wel. We gaan de lampjes uitzetten.